Heb jij je eigen verhaaltje of? Ja, ik word een stukje, want ik heb net eerder gehad. Het is echt heel lekker. Tegen voedselverspilling, nou hoe mooi is dat? Dat is heel mooi. Alsjeblieft, geniet ervan, hè? Jo. Wie kan er nog meer? Hè? Je geeft jezelf gewoon een stap onder je kont. Alles kan, dus twijfel maar wat minder. Kruip uit je kokonnetje en wees een vlinder. Mijn nicht op de boeskoop in het West, wee wij mist. Het bestuur van de boeskoopers, dit ik u allemaal van harte welkom op deze mooie woensdagmiddag tijdens de boeskoop. En ik heb ook fysieke mensen nodig, leden van een stukje boeskoopers, die echt al maandenlang druk zijn om dit feest tot een succes te maken voor heel Oldenzaal en de regio. Maar wat belangrijk is voor de boeskoop, dat we niet na 50 jaar, we moeten door. Ik heb één kleinkind, ik hoop dat mijn kleinkind ook in de komende jaren van dit mooie feest zal genieten. Van een verdiende Oldenzaal en een verdiende regio op. Ik maak het niet te lang. Ik wens jullie allen een hele mooie boeskool. En vooral ook een veilige boeskool. Ik heb het in de krant gezet. Een zonnige boeskool is heel belangrijk. Dat is een cadeautje. Maar veilig is net zo belangrijk. De politie is hier een ruime maat aanwezig. Dus dat is voor ons ook heel belangrijk. En dat laten we dan met elkaar zorgen dat Oldenzaal ook de glimlach van Twente blijft. Dank u voor uw komst. Ik wens jullie een hele fijne avond. En we hopen elkaar nog te zien op een van de vele pleinen hier in Oldenzaal. Ik dank u wel.